Entertainment is wel vaak de key. Ja. Er zijn echt heel veel dingen die je gewoon sowieso niet doet. Ik denk dat door YouTube dat je ook kan laten zien wie je zelf bent. Welkom bij The Future of YouTube. Een serie gesprekken die we maken samen met bureau 5PM. En 5PM is het bureau dat uitgevers en merken helpt met het zeer succesvol worden op YouTube. En iemand die ook super succesvol is op YouTube is Iris Enthoven. Dan, toch? Dankjewel. Jij zegt het. Maar niet? Nou ja, er zijn wel succesvolle YouTubers. Maar ik werk wel voor een aantal succesvolle platformen. Maar je bent zelf ook best succesvol, toch? Beetje, maar nog wel klein. Maar de kanalen waarvoor ik werk, die zijn wel heel succesvol. Ja, en dat zijn? Nou, onder andere Concentrate, ja. Excite. Ja. Dat zijn de twee main platformen waarvoor je dingen doet? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Ik wil met jou inzoomen. Wat nou? Want dan hebben we eindelijk eens een keer een influencer live en een YouTuber live hier op CGTV. Ja. Dus we willen alles van een influencer in het wild. Helemaal in het wild. Laten we nou eens. Is dit trouwens wat je altijd al had willen doen? Nee, totaal niet. Want toevallig studeer ik nog en toevallig hoop ik ook deze week af te studeren zelfs. Ja, ik ben een master bij bezig, toch? Ja, en ik heb een scriptie ingeleverd. Oh? Ja, maar ik en zit. Waar gaat die over? Toevallig trouwens over influencer marketing. Niet? Ja, dus ik heb me ook daar helemaal in verdiept. Dus ik hoop dat ik ook het een en ander daar nu goed over kan vertellen. Aan de UvA, toch? Ja, aan de UvA, klopt. Oké. Okay. En hoe was de titel van je scriptie? Zo. Wil je de hele zin? Oh, dat is echt een hele intelligente. Ja, dat is echt vertel. Een hele. De stering moet ik even nadenken. Ik er vast voor. De influence of post characteristics and influencer characteristics on the relationship between sponsored content en social media influencers. Oh, interessant. Ja, heel saai ook wel. Nee, maar wel interessant. Ja, maar helemaal vol. Nee, het was heel leuk. En ik hoop echt dat ik misschien kan afstuderen. Dus het was eigenlijk nooit mijn droom om even terug te komen op je vraag. Want ik dacht gewoon, ik ga studeren. Ja. Maar het kwam een beetje op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel echt heel leuk om te doen. En dit is misschien wel iets wat ik kan. Dus toen ben ik eigenlijk van het een kwam het ander. En nu zit ik op het internet. Klinkt een beetje alsof je zo van, en in één keer zit ik nu op het internet. Maar is daar geen plan aan? Is dat echt je overkomen? Het begin wel. Maar het zou inderdaad te makkelijk zijn dat ik zou zeggen van, van het een kwam het ander. Ja. Want ik heb er natuurlijk ook heel hard voor gewerkt. En veel, gewoon vol passie ervoor gegaan. Het begin was wel zo, want ik begon bij Excite. Ja, heb je in een andere contest gewonnen of zoiets? Ja. Dus dat heb je al meegedaan. Ja, precies. Maar dat was eigenlijk omdat de prijs was, zeg maar, een jaar lang gaat H&M kleding en je ging naar alle festivals. En toen vond ik dat gewoon heel tof klinken. Dus toen dacht ik met een vriendin, let's go. Nog niet wetende hoe dat allemaal, de hele wereld eigenlijk in elkaar zat. Mm. Maar eigenlijk wist ik wel, toen ik dat eerste filmpje aan het maken was, van dit vind ik zo tof, dit wil ik meer doen. Mm. Maar toen inderdaad, tot eigenlijk dus vorige week studeerde ik ook gewoon. Dus ik zag, het gewoon een beetje als ernaast. Maar het werd wel steeds iets groter. En grotere programma's. En ook sowieso online werd gewoon steeds groter. Ja. Dus ik was me wel heel bewust van hoe serieus het kon worden. Ja. Dus daar ben ik wel gewoon vol passie voor gegaan. Ja. En dan heb je straks papiertje, dus dan is papa en mama blij en alles. Heb ja, je dat is vooral. Zak. Ja. De rest heb je geen reet aan, nee. Je bent gewoon ja. Tering druk bezig. Ja. Want even voor mensen die nu kijken, en er kijken ook mensen boven de 20, zeg maar, naar dit soort interviews op CVD. Die zeggen Concentrate. Wat is Concentrate? Concentrate is eigenlijk gewoon een YouTube-kanaal van de zender RTL. Net als dat eigenlijk heel veel zenders en ook heel veel merken hun eigen kanalen nu hebben. Ja. En eigenlijk wordt op YouTube vandaag de dag gewoon tv-programma's gemaakt. Dus heel veel programma's die er nu gewoon zijn, dat zijn echt grote producties. Alleen dan op YouTube en niet op de zender. En jullie doen dat met een aantal presentatoren. En als ik dan heel snel kijk, dan denk ik van, het gaat dus echt helemaal nergens over. Hè? Het is net televisie. Ja, maar vind je dat echt? Ja, maar het is gewoon entertainment. Ja, het is heel entertainment. Maar dat is ook niet helemaal zo, want er zijn ook een aantal grote documentaire reeks. Ja, maar niet op Concentrate, toch? Ik heb er nog eentje gemaakt. Ja, ik heb er eentje gemaakt. Het heette Generatie Botox. En dat waren dan 4 afleveringen eigenlijk over 1 onderwerp. Eigenlijk een beetje een documentaire. Okay. En dat ging dan over de jongere doelgroep die veel vaak aan botox en fillers gaat. Best wel jonge leeftijd al. En mijn fascinatie daarover. Mm. Maar inderdaad, het is wel heel vaak. Entertainment is wel vaak de key. Ja, het moet leuk zijn. Ja. En is dat omdat jullie het ook zo leuk vinden om te maken? Of is het ook omdat je daarmee een hele grote groep bereikt en dus de adverteerder dient? Nou, ik denk niet zozeer de adverteerder dient. Ik denk gewoon sowieso dat er zoveel aanbod is dat het sowieso altijd leuk moet zijn. Of in ieder geval interessant moet zijn. Ja. Dus ik denk gewoon om gewoon het publiek eigenlijk soort van te dienen. Dat het gewoon heel leuk en entertainment moet zijn. Maar dat neemt niet weg dat als informatief is dat het niet kan. Mm. Ik denk dat de combinatie vooral heel mogelijk is. Want jij bent ook ondernemer nu, hè? Tenminste, je bent niet in loondienst, toch? Nee, ik ben ondernemer, ja. Je bent freelance of je laat je. En dan heb je RTL, is dan de opdrachtgever. Dus Concentrate. En dan heb je Excite. Ja. Dat is een muziekchannel platform. Ja, echt ook een zender eigenlijk. Ja. En daar presenteer je ook. Ja.
Is dat of hebben we nog meer wat je doet? Ik doe ook steeds wat meer voor mezelf. Dus bijvoorbeeld, ik ben ook te zien in een aantal series van andere kanalen. Zoals afgelopen zomer heb ik dan Roadtrippers gedaan. Ja. Op Stuk TV, dat is ook best wel een groot YouTube-kanaal. Heel best wel. Ja, best wel heel groot. Ja. Dus dat doe ik, maar ik doe ook steeds meer vanuit mijn eigen YouTube-kanaal en vanuit mijn eigen Instagram. Ook kleine series of leuke Dat mag je video's. Allemaal blijven doen? Van wie eigenlijk? Van de opdracht. Ik kan me voorstellen dat ze exclusief willen op een gegeven moment. Dat RTL zegt, jij bent zo bepalend voor het succes van onze channels, dan willen we jou 100% claimen. Ja, nee, dat hebben ze niet gedaan. Nee? Dat laat ik ook lekker zo. En wie begeleidt jou zakelijk? Mijn management. En wie is dat? Content Icons heet het. Ja? Sarah Rottenberg. Zij begeleidt mij eigenlijk in alles. Dus zij doet vooral ook het zakelijke en het agenda-technische deel. Ja. Maar eigenlijk is zij ook wel, zij is heel jong, dus zij zit ook volledig in YouTube. En ik denk ook wel dat dat de kracht is van haar management. Omdat er echt heel veel online creators zitten. En heel veel misschien met management die veel meer voor tv deden, die zitten niet helemaal in die wereld. En eigenlijk al het nieuwe wat er mogelijk is. Dus daar ondersteunt zij ook wel heel erg. Maar ondersteunt je ook, want je maakt ook zakelijke keuzes natuurlijk, ja, toch? Dus ik neem aan, je zit wel zoveel ambitie zit erin bij jou, heb ik zomaar het idee. Ja. Dus je bent echt wel bezig van, oké, hoe ga ik mijn carrière vormgeven? En dan is zij ook degene die jou daarin partnert? Ja, zeker. Ja. Dus echt volledig eigenlijk. Ze is gewoon eigenlijk bij alles. Ja. Dus zowel bij zakelijk als dat we één keer in de week zitten, als dat we elke dag wel contact hebben over allemaal dingen. Hey, en hoe groot ben jij zakelijk? Zeg maar, wat doe jij in omzet? Of ben je ook zo'n influencer die er niet over praat? Nou ja, niet per se een influencer die er niet over praat. Maar ik vind, eigenlijk praat niemand er echt over, toch? Praat jij erover? Ja. Ja? Ja. Maar gewoon, je kan ook niet zo makkelijk zeggen van je verdient dit of zo. Ik draai 500.000 omzet ongeveer. Ja? Ja, jij? Ik 4 miljoen of zo, denk ik. 4 miljoen omzet? Nee. Dat kan toch? Nee, was maar een feest. Maar een paar ton. Ik denk het minder. Nee, maar kijk, ik weet het ook eigenlijk niet zo goed. Nee? En het is ook heel moeilijk om inderdaad te zeggen, je verdient dit, omdat het heel verschillend is. Maar hoe is het moeilijk om te zeggen, ben ik ondernemer? Nou ja, omdat ik pas anderhalf jaar echt geld ben gaan verdienen. Maar hoe werkt dat? Stuur jij zelf factuurtjes of gaat het allemaal via het management? Allemaal via het management. En krijg jij dan een fee van het management? Of hoe werkt dat dan? Ja, dus jij stuurt gewoon je factuur naar management stuurt eigenlijk facturen naar alle partijen waarvoor je werkt. Ja? En jij stuurt jouw factuur naar het management? Ja, gewoon één keer per maand. Dus dan weet je ongeveer een beetje wat je verdient. Maar het is zo afhankelijk. Ik heb ook dat interview gezien natuurlijk met Kel, dat je ook aan Kel vroeg van, wat verdien je nou eigenlijk? Kalfijn voor de kijker. Ja. Maar het is zo niet te benoemen wat je nou verdient of wat het verdienmodel is. Het zijn zo verschillende dingen. Noem eens een aantal dingen hoe jij je geld verdient. Je verdient geld dat je gewoon eigenlijk je dagfee krijgt als je voor een kanaal werkt. Ja, voor zo'n concentrate bijvoorbeeld. Ja, voor een concentrate. Geen dagfee. Ja, oh ja, okay. Een dagfee. Ik wil niet vragen hoeveel dat is. Nee. En je krijgt bijvoorbeeld met campagnes. Noem eens een voorbeeld. En hoe werkt dat dan, zo'n deal? Het werkt zo eigenlijk dat een merk gewoon naar jou toe komt, naar je management toe komt. En die stellen gewoon voor van we willen dit product promoten. Of we willen gewoon eigenlijk een beetje awareness creëren. En dan maak je management eigenlijk daar een deal voor. En dat is best wel vaak heel concreet. Dus dan is het echt van je doet 2 posts, 4 stories en dit is het bedrag bijvoorbeeld. Oh, echt zo plat. Zo heel gewoon zwart-wit. Gewoon zoveel posts. Ja. Als je het natuurlijk zelf leuk vindt. Het is niet dat zij dat gewoon sowieso kunnen doen of zo. Het is natuurlijk ook. En jij bepaalt. Ja, tuurlijk. Nee, 100%. Ja. Er zijn echt heel veel dingen die je gewoon sowieso niet doet. Als het gewoon niet bij je past. Want dat is ook gewoon. En je doet dan een hashtag ad of zo. En dan is het voor jou kijkers allemaal duidelijk wat commercieel is en wat niet. Want anders word ik natuurlijk, als ik jou volg en ik ben fan van jou en alles. Ja. Dan ben ik natuurlijk verblind. Ja. En dan weet ik op een gegeven moment niet meer wat je nou echt meent en wat advertentie is. Ja, ik denk dat daar de richtlijnen wel steeds meer duidelijk van zijn. Dus inderdaad, hashtag ad. Of je zet het daarboven in je locatie. Ik denk dat 2 jaar geleden nog wel eens anders was. Dat het iets meer grijs gebied was. Mm. En nu wordt alles gewoon veel zakelijker. En weet je gewoon precies waar je aan toe bent eigenlijk. Want je moet het erbij zetten. Want anders krijgt het merk ook een boete. Mm. Dus dat is wel heel belangrijk eigenlijk, ja. En nog meer inkomstenmodellen? Ik werk dan voor verschillende kanalen. Dus dan krijg je gewoon je dagfee. Ja. Campagnes heb je dan. Ja. Wat heb je nog meer eigenlijk? Ja, soms doe ik wel eens evenementen of zo waar ik dan spreek of interviews doe. Ik werk ook voor, we hebben het dan over Excite en Concentrate, maar ook voor andere kanalen. Dus, waar zit de ambitie bij jou? Ik zou eigenlijk heel graag juist minder van die campagne dingen zo willen doen en meer gewoon grote programma's. Ik denk dat YouTube daar een heel goed platform voor is. Dat je gewoon echt hele vette, eigenlijk wat je als tv-programma's gewoon hebben. Ik weet echt niet waarom ik naar de tv wijs. Het is gewoon een televisie. Het heeft niks met de zender te maken. Ja, maar gewoon grote programma's, maar dan op YouTube kan maken. Als presentator meer? Ja, zeker. Meer in teams eigenlijk. En wat doe je eraan om die ambitie waar te maken?
Nou, heel veel maken. Ik denk ook heel veel vlieguren maken. Ja. Ik denk dat ik daar nu wel goed mee bezig ben. Dat ik gewoon sowieso een aantal draaidagen per week heb... waar ik gewoon heel veel kan oefenen. Ik vind bijvoorbeeld ook heel gek dat jij mij interviewt. Ja, ja. Dat vind ik heel raar. Ja. Want ik vind het heel leuk om te interviewen. Ja, ja, ja. Maar geïnterviewd worden is formaat nog een beetje akkerd. Ja, ja, maar dat is voor mij precies hetzelfde. Ja. Ja. Dus ik vind, een taxichauffeur die vervoerd wordt. Ja, precies. Dat voelt heel gek. Ja. Dus ik vind het interview heel leuk en programma's maken. En ook iets meer daarachter gewoon... Het stukje formatontwikkeling vind ik ook heel leuk. Okay. Dus, en je bent dan ook, het heet dan influencer. Ja. Voel je dat ook zo? Nou, het is sowieso altijd een beetje een gek woord, denk ik. Want... Nou ja, als je Nederlands taal bent, jij beïnvloedt mensen. Dus. Ja, dat klinkt echt super eng, ja. Vind ik. Nou, verantwoordelijk of zo. Ja, nou, je bent natuurlijk ook wel een beetje verantwoordelijk. Heel veel influencers. Maar hoe zie jij dat, die influencerrol? Nou, ik vind wel dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Ik vind altijd dat heel veel influencers zeggen van... oh, maar dit is toch gewoon wat ik doe en zo. En dan denk ik, nee, want er kijken wel... wat is het, 200.000 mensen met je mee. Dus ja, je want, hebt... want op de Insta heb jij 100.000? Ja, 100.000 mensen, ja. Wat. Ja, vind ik wel. En wat vind jij van, zeg maar, best wel een themaatje... wat ik onder jouw, zeg maar, leeftijdsgenoten zie... dat mensen zeggen van, ja, weet je, de druk ligt best hoog... En op Insta zien we allemaal mooie storylandjes van nou, types zoals jullie dan, weet je wel. En daar kan ik niet aan voldoen, want ik heb maar een lousy gewoon leventje zoals de massa, weet je wel. Heb jij daar last van? Of stoe jij daarmee? Of boeit je dat niet? Of hoe werkt dat? Nou, ik denk dat ik sowieso niet het perfecte plaatje op Instagram of YouTube of iets neerzet. Ik denk sowieso dat het fijn is dat als je mijn Instagram ziet... dat het voornamelijk eigenlijk dingen zijn met werk. Dus ik ben niet een soort van iets wat... mensen willen zijn of zo, dat denk ik totaal niet. Mm. En ik denk dat door YouTube dat je ook kan laten zien wie je zelf bent. En dat het niet alleen maar dat eentonige plaatje is... van alleen een leuke foto of alleen dit. Mm. Ik denk wel dat het heel veel impact heeft op jongeren. En daar heb ik ook die hele serie toen Generatie Botox over gemaakt. Over eigenlijk dat je dus gewoon echt heel veel jongeren ziet... die gewoon wel naar een botoxkliniek gaan en zeggen... dit is wat ik wil, omdat die dat heeft. Maar helemaal niet bezig zijn met wat wil ik nou eigenlijk zelf. Ja. Dus het heeft daadwerkelijk wel heel veel invloed op jongeren... En dat perfecte plaatje, ik bedoel, er zijn ook hele grote onderzoeken... dat juist social media jongeren heel onzeker maakt. En ik denk ook wel dat dat echt waar is. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat jongeren ook zien... dat het niet zo perfect of goed gaat, of dat het dat niet is. En dat betekent echt niet dat je heel extreem hoeft te laten zien... dat je zijn janken bent de video te maken. Want dat vind ik ook dat weer een beetje helemaal aan de andere kant. Dat ik bijna soms denk van, post je dit nou om te zien hoe lekker echt je bent? Weet je, je moet gewoon normaal zijn, jezelf zijn en dat gewoon posten. En ik denk dat... dat de jongeren, als ze zich steeds meer daar bewust van worden... dat dat oké is, zeg maar. Mm. Je mag van RTL een eigen kanaal opzetten. Mm-hmm. Compleet vrij. Ze gaan daar dik geld in pompen. Alles wat je nodig hebt, gaan zij faciliteren. Mm-hmm. Ze willen wel binnen een jaar dat het succesvol is. Ja. Wat voor een channel zou jij dan willen inrichten? En based on you. Ja, based on... Nou ja, dan zou ik gewoon met mijn eigen kanaal natuurlijk aan de slag gaan... En wat zouden we daar kunnen zien? Ik denk... ik zou heel graag misschien iets meer... Ik denk dat er op YouTube nog wel veel ruimte is... voor iets meer grotere, inhoudelijkere documentaire series. Omdat ik juist heel veel entertainment doe... denk ik dat er nog best wel gat is... om juist bijvoorbeeld heel erg in subculturen te duiken. Of eigenlijk een beetje... Ik was laatst een beetje geïnspireerd door... Je hebt natuurlijk Trippers op BNN. Zoiets is er eigenlijk nog niet echt op YouTube. Dus dat zou ik eigenlijk dan graag op mijn eigen kanaal willen maken. Maar daar heb je een heel team voor nodig... Dus dat zou ik dan gaan maken eigenlijk. Okay. Ja. En hoe zie jij... Ik zag ergens een interview met jou. Of nou, was het niet eens een interview. Volgens mij beantwoordde jij vragen of zo van kijkers. In mm-hmm. En zei ja, ik zou stiekem ook nog wel op televisie willen. Ja. Toen dacht ik, huh? Speelt dat nog steeds? Nou, niet per se eigenlijk. Ik denk dat televisie altijd wel iets magisch heeft. Gewoon, het is gewoon groter, grotere teams... Dat soort dingen zijn, denk ik, meer mogelijkheden. Ja. Maar het is voor mij niet meer zoals ik eerst dacht. Oh, dat mensen zeggen ook altijd, maar wil je dan straks naar de televisie? Ja. En dan denk ik altijd bij mezelf... Gast, weet je hoeveel mensen er kijken? Ja, we pakken meer views, volgens mij. Ja. Maar het heeft wel iets leuks. Ik bedoel, het volledig afhankelijk van het programma. Het is niet meer dat als iemand zou zeggen van... wil je dit programma doen? Het is op televisie. Dat ik zou zeggen, let's go. Ik zou wel echt kijken, is het programma bij me past? Net als dat een YouTube-programma bij me past. Dus eigenlijk gewoon naar het programma kijken... of het platform is, maakt dan niet heel veel uit. Mm-hmm. Hey, de toekomst van YouTube, als we de vraag zouden moeten beantwoorden... hoe zie jij de toekomst van YouTube? Ja, groot denk ik wel. Ik denk wel dat het nog heel erg gaat groeien. Hmm. Ik denk ook dat
we er allemaal ook steeds meer van bewust van worden hoe groot het eigenlijk is. Als ik kijk naar mijn leeftijd, kijk niet eens heel veel YouTube. Maar als ik steeds meer vriendinnen hoor die denken, oh, ik heb dat gezien of dat gezien. Dan denk ik, oké, maar dat had je het ver geleden echt niet gezien op YouTube. Ja. Dus ik denk dat het steeds groter wordt. Ik denk dat het eigenlijk gewoon niet gaat vervangen, want het blijft altijd gewoon naast tv staan. Ja, blijft het altijd, dat zeg je even zo tussen neus en lip, blijft het altijd naast tv bestaan, denk je? Blijven het altijd twee verschillende dingen? En blijft klassieke tv gewoon bestaan? Ja, ik denk wel dat klassieke tv blijft bestaan. Gewoon voor voetbalwedstrijden, voor dingen die je echt live op tijd wil zien, live wil zien. Een expeditie, een Wie is de Mol, dat soort programma's. Maar ik denk wel dat tv zich wel steeds meer bewust wordt van, we pompen zoveel geld in grote programma's, terwijl op YouTube je veel meer views kan pakken eigenlijk. Dus ik denk wel dat er een soort van het steeds diffuser gaat worden. Maar we will see. We gaan je in de gaten houden. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Ja, nou, jij bedankt. En jullie bedankt voor het kijken namens 5PM. En vond je het een leuk gesprek, dan abonneer je op ons kanaal. Er zijn nog veel meer gesprekken te zien. Onder andere met Calvijn, wat hier net al werd gezegd. En het duimpje omhoog wordt ook gewaardeerd. Dankjewel voor nu. Hoi. See you.